Als Curaçaose vrouw dien je goed voor jezelf te zorgen. Je borsten spelen een belangrijke rol in je leven. Van je eerste BH tot het voeden van je kinderen. Daarom is het belangrijk om je preventief te laten onderzoeken. En dat kan gratis en gemakkelijk bij Fondation Prevention. Het werkt heel eenvoudig. Vrouwen tussen de 45 en 75 jaar ontvangen per post een uitnodiging voor een onderzoek. In de uitnodiging staat een datum en tijd. Het enige wat je moet doen is je op de vermelde datum en tijd melden bij Fondation Prevention in de Rialtostraat 2-4 in Otrabanda. Heb je geen brief ontvangen? Geen probleem. Neem zelf contact op met Fondation Prevention om een afspraak te maken via www.fondationprevention.com of info@fondationprevention.com. Of via het gratis nummer 0800 1811. Houd de datum en tijd van je afspraak vrij. Een paar dagen voor de afspraak neemt Fondation Prevention contact met je op om je te herinneren aan de afspraak en voor eventuele vragen. In het gesprek kun je aangeven of je met eigen vervoer of openbaar vervoer komt, of je kunt ervoor kiezen om je gratis te laten ophalen en thuisbrengen door Fondation Prevention. Eenmaal aangekomen, meld je je bij de receptie waar je vriendelijk wordt ontvangen en waar je wordt gevraagd een formulier in te vullen. Vergeet niet je SVB of verzekeringspasjes en cedula mee te nemen. Wanneer je aan de beurt bent, word je door de laborant opgehaald en naar de onderzoekskamer begeleid. De deskundigen beantwoorden graag alle vragen, mocht je die hebben. In een privékleedkamer kun je je bovenkleding uitdoen en krijg je van Fondation Prevention een sjaal die je om je bovenlichaam kunt wikkelen. Deze sjaal mag je houden. De laborant zet de mammograaf passend en de foto's worden gemaakt. Daarna kleed je je weer om en je bent klaar. Dit alles in niets meer dan 10 minuten. 10 dagen na het onderzoek ontvangt jouw huisarts de uitslag. Je moet zelf je huisarts bellen om het resultaat op te vragen. Mocht er iets uit het onderzoek naar voren komen, licht de huisarts je in over de verdere procedure. Is er niets uit het onderzoek geconstateerd, dan ontvang je over 2 jaar weer een uitnodiging tot en met je 75ste. Lieve vrouwen van Curaçao, als je de brief krijgt, aarzel niet en ga. Het is een kleine moeite en het kan veel problemen voorkomen. Jij gaat toch ook? Ja, 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 ja.